En vandaag de waterinitiatie. Was leuk, zag Marieke al. Die stuurde een fotootje. Die zit lekker buiten in de tuin. Helemaal klaar om te starten met de waterinitiatie. En het is vrijheid vandaag. Dat is ook wel weer heel mooi. En dit gedicht begin ik eventjes mee. Want dat komt alweer heel erg, dat hoort heel erg bij de levensinitiaties, maar ook met bij vandaag. Wanneer je stil wordt en de wolken van gedachten wegblaast, dan pas kun je mij horen. Wanneer het water in je kalmeert, waardoor je gevoelens weer in de diepte van het water tot stilstand komen, dan pas kun je me voelen. Wanneer je ophoudt met het herhalen van je verhaal, dan kun je van mij een nieuw verhaal ontvangen. Wanneer je boven jezelf en wie je denkt te zijn uitstijgt, dan kun je pas je oneindigheid ervaren. Ga voorbij aan jouw ervaring om het goddelijke te ontmoeten. Wanneer je vrij bent van jouw gedachten, gevoel, verhaal, ervaring, dan pas kun je vrijheid ervaren. Je krijgt dan toegang tot het oneindige veld van mogelijkheden. Bewustzijn die de spier van verbeelding traint en zo opnieuw schept. En wanneer er niets meer is om je aan vast te houden, dan kom je in het alles in mij, de bron. En ik vond deze wel mooi. Hij staat er ook bij. Ik zal hem delen nog vandaag. Deze heb ik echt geschreven op de levensinitiaties. Omdat het je iedere keer zo naar de bron terugbrengt. Dus ik vond deze wel heel mooi. En de levensinitiaties, zoals jullie gisteren al hebben gezien, ook dit model, heeft het te maken ook met de vier elementen. En vandaag gaan we het hebben over het water. En het water is eigenlijk de symboliek voor jouw gevoelens, voor emoties, voor alles wat daar gebeurt. En moet je voorstellen dat we natuurlijk uit zoveel water bestaan in ons lichaam. En ik weet niet of jullie het werk kennen van dokter Masuro Emoto. Hij maakte foto's van waterkristallen, wat hij dus liet bevriezen. Maar bij de een had hij bijvoorbeeld erop staan liefde en dankbaarheid. En bij de ander haat en wrok. En dat geeft zo'n ongelooflijk verschil. Dat bij liefde en dankbaarheid worden de meest mooie geometrische kristallen gevormd. Maar bij haat en wrok kwam chaos in de kristallen. En hij heeft heel duidelijk aangetoond wat woorden en gedachten doen met ons water. Nou is er ook een hele mooie film op Gaia.com. Kan ik je überhaupt aanraden om eens een jaar abonnement te nemen. Dat zijn de mooiste films en series. Dus G-A-I-A, Gaia.com. En daarin hebben zij de documentaire, ik heb hem namelijk nog nergens anders gevonden, van The Hidden Secrets of Water. En daarin zie je dat water ook langswaarts stroomt, informatie meeneemt. En hoe belangrijk het eigenlijk is, en het is best wel leuk om te doen, en ze hebben daar testen mee gedaan ook al, dat als je een glas water hebt en je plakt daar iets op met liefde, of dankbaarheid, dat de structuur, de kenmerken van het water ook daadwerkelijk verandert. Dit gebeurt dus ook in jou. Dus jouw gedachtes, jouw woorden, dat wat jij tegen jouzelf zegt, doet iets met je water. En wat is de initiatie hierin? Hoe kan ik vanuit de persoonlijkheid, hè, dat wat is aangeleerd, waarin de gevoelens als golven water over ons heen kunnen slaan,
Of we gaan naar de ziel. Hè? Dus vanuit die persoonlijkheid ga je naar de ziel, waarin het water stil en kalm is. En dan reflecteert het de hemel. En dan kun je de diepte van de ziel zien. En als het water stil is, heb je veel meer verbinding met de ziel. Dat betekent niet, hè, dus is altijd grappig, die kanttekening moet je altijd zetten, dat gevoelens er niet mogen zijn, omdat het ook boodschappers zijn. Hè, waar zit je? Maar soms merk je dat, dus heel goed om daar onderscheid in te maken tussen je ego-gevoelens de hele tijd, omdat soms zijn gevoelens slechts triggers van oude gedachten van programmeringen die al in je zitten. En dan wordt het een herhaling. Terwijl het ook vaak geven emoties en gevoelens je een boodschap. Ik weet wel dat als er eentje de hele tijd terug blijft komen, dat de boodschap is, dat er werk aan de winkel is, dat het goed is om er naar te kijken. Maar ik kan er pas eigenlijk goed naar kijken als mijn water weer stil is. Als die golf van gevoelens stil is. Daarom vind ik het zelf echt wel fijn om, als mijn water tekeer gaat, om me dan even terug te trekken. Om te ademen. Om bijna lief te zijn voor het water ook in je. Dat je hem tot rust brengt. Waardoor je weer veel dieper kunt voelen. Als je aan iets denkt wat jou heel erg heeft getriggerd in je leven. En doe dat eens. Iets wat jou heel erg heeft getriggerd of nog steeds kan doen. Of iets wat gisteren gebeurde. Iets wat eergisteren gebeurde. Waarbij je water heel erg tekeer gaat. Opeens. Want daar zitten altijd laag onder. Dat kan iets zijn wat iemand heeft gezegd of geschreven of wat dan ook. En bij ons gebeurde het gisteren ook, dat je iets schrijft in het gevoel wat je deelt. En dat helemaal verkeerd aan kan komen. Dat heb je ook niet altijd in de hand. Want je weet niet hoe het water bij een ander al is geprogrammeerd. Dat is natuurlijk altijd moeilijk. En we proberen wel zo zuiver mogelijk, hè, altijd vanuit je ziel te leven. Maar ja, helaas doen we dat natuurlijk niet altijd. En gaat het water bij iemand aan, die reageert uit het water. En dan botsen de golven tegen elkaar op. Dus als je nou eens aan iets denkt, wat jouw water tekeer laat gaan, kun je dat voelen in je lichaam? Nu, op dit moment. Wat voel je dan? Ik voel ook als ik aan iets denk dat die direct weer begint. Weet je, alsof het water direct weer woeliger wordt en gaat bewegen. En waar het echt om gaat, als je hier kijkt bij water, is in de buitenring van de persoonlijkheid en de pijnlaag naar de ziel. Ja, mensen reageren direct, spanning, paniek. En dat is wat er dan gebeurt, hè? Dan reageren we direct erop. Zo mooi, iemand stelt een vraag, als je water bevriest, dat klopt. Als je water in een andere samenstelling brengt, of naar gas, of bevriest, dan verliest hij de informatie van wat hij mee heeft genomen. Dus ergens is dat ook in ons. Niet dat we moeten bevriezen, maar dat hij eerst helemaal stil. En stel je nou eens voor, nu op dit moment, want die onrust voelen weer een aantal van jullie, dat je je water in je lichaam, zonder dat je aan het voorval denkt of emoties denkt, of misschien juist wel eraan denkt, is misschien wel een goeie, zie in je lichaam dat je water
helemaal stil wordt. Maak hem helemaal stil met je gedachten, met je intentie. Ook al is die gedachte er nog, dat is trouwens de beste oefening, de gedachte van de onrust er nog is, maar je water helemaal stil. En zie eens dat helder blauw. En het wordt helemaal kalm. Het oppervlakte wordt helemaal kalm. En op dat moment zie je de reflectie van de hemel. En op dat moment kan je dieper zakken en voel je de diepte van de ziel. En hoe voelt dat? Ja, dan begrijp je inderdaad het spreekwoord, het water staat je aan de lippen, ja. Dus de golven komen omhoog. Wat ik wel heel mooi vond, wij waren een aantal jaar geleden in Australië, ik met mijn moeder bij mijn jongste zusje. En daar ontmoeten wij die Rainbow, daar vertel ik ook over in die Healing en Bewustwording Challenge. Die Rainbow Woman, en ik vond het zo mooi wat ze zei. Dat, een van de eerste dingen die ze zei, hoe belangrijk het is dat je het water, verdriet of dingen uit je ogen mag laten stromen. Als je dat namelijk niet doet, dan verzuipen je hersens. Hè, dan loopt het vol. Dus hoe belangrijk dat stuk ook is. En tegelijkertijd is het goed om dat onderscheid te voelen. Wanneer is het een herhaling? Dus een programmering. En wanneer is die echt weer in het nu? Want soms merk ik dat mijn water aangaat door de informatie die het in zich draagt. En iets lijkt erop, op iets vanuit het verleden, maar ik reageer hetzelfde. Maar het was heel anders, eigenlijk. En dat is het moment waarbij ook goed is om even te kijken. De water stil te krijgen. En stel je voor dat je het water in je, dat vind ik ook wel mooi, hè? Je kijkt naar het hele watersysteem in je lichaam. En geef het is een nieuwe informatie. En dat is ook de luchtinitiaties, daar komen we morgen op. Maar ook nu. Geef het is een nieuwe informatie. Vanuit je hart, vanuit je zon, straal eens door dat water heen. Maak jouw water dat draagt oude informatie, maak hem eens schoon. Moet je je voorstellen als je dat helemaal schoonmaakt in je. Hoe voelt dat? En wist je dat eigenlijk een emotie maar 90 seconden duurt in het lichaam, fysiek gezien, totdat we het vastpakken en er een verhaal van maken, totdat we zelf medelijden krijgen, totdat we in het slachtofferschap gaan, totdat we whatever. En dit is zo mooi om te kijken in jouw water. Wat is die oude informatie? Laat ik hem eens schoonmaken, mijn water. Laat ik hem nieuwe informatie geven. Zodat hij niet altijd hoge golven gaat creëren op dezelfde soort gebeurtenissen. Maar dat je een keer anders kunt reageren.
En dat is waar de levensinitiaties echt over gaat. Is de programmering ook begrijpen. Ik hoor tegenwoordig enorm veel het woord wakker worden. Maar dit is het wakker worden tot de essentie van wie je bent. Dat je die zonde bent in het midden. Dat die pijnlaag en die persoonlijkheidslaag aangeleerd zijn. En dat je met je zon iets met je water opnieuw kunt doen. En het nieuwe informatie kan geven. Mooi, hè? Ik ga hem nog één keer voorlezen waar ik mee startte. Wanneer je stil wordt en de wolken van gedachten wegblaast, dan kun je mij pas horen. Wanneer het water in je kalmeert, waardoor je gevoelens weer in de diepte van het water tot stilstand komen, dan kun je mij pas voelen. Wanneer je ophoudt met het herhalen van je verhaal, dan kun je van mij een nieuw verhaal ontvangen. Wanneer je boven jezelf en wie je denkt te zijn uitstijgt, dan kun je je oneindigheid pas ervaren. Ga voorbij aan jouw ervaring om het goddelijke te ontmoeten. Wanneer je vrij bent van jouw gedachten, gevoel, verhaal en ervaring, dan kun je pas vrijheid ervaren. Je krijgt dan toegang tot het oneindige veld van mogelijkheden. Bewustzijn die de spier van verbeelding traint en zo opnieuw schept. En wanneer er niets meer is om je aan vast te houden, dan kom je in het alles, in mij, de bron. En de dag van de vrijheid vandaag. En wat is die echte vrijheid? Ik heb er al eerder over gesproken. Is dat je lichamelijke vrijheid? Is dat de vrijheid van hoe jij wilt denken en voelen? Voor mij gaat die een stap verder. En zo heb ik ooit met twee mannen gecommuniceerd die in death row zaten in Texas. En daar heb ik mee geschreven en dat kwam door een boek wat ik weer heb gelezen. Boodschappen uit de cel, geloof ik, van Pierre van der Rand was dat. En dit was heel bijzonder. Deze twee zaten vlak bij elkaar in die dode cellen eigenlijk te wachten tot executie. En de een raakte verlicht en had ongelooflijke spirituele ervaringen. En de ander werd krankzinnig. De een kon met dat ze binnenkwamen, ik hoorde van ook de van ze allebei dan dezelfde verhalen wat er gebeurde. En dan de een zei, weet je, ik heb gemerkt dat als ze nog meer van me weghalen of kapot maken, dat het niet uitmaakt, want ik ben vrij. Ik voel zo'n vrijheid in me. En ik heb zo'n verbinding met het goddelijke, met Jezus, met wie hij toen zag. En de ander was volledig in paniek en boos. En ik vond dat heel bijzonder, waarom die ene in die verlichte staat kwam. En toen zei ik, wat ben je gaan doen? Toen zei hij, ik ben echt gaan mediteren. Ik ben mezelf gaan vergeven. Ik ben gaan mediteren. Ik ben stil gaan worden om te voelen wie ik dan eigenlijk echt ben. In plaats van alles wat er is gebeurd en waardoor ik zo ben geworden. Vind ik een bijzonder verhaal. Hetzelfde met Etty Hillesum. Haar dagboeken in hoe ze kiest voor dingen. En alles hoe wij kiezen voor dingen, in wat we willen denken of wat we willen geloven, heeft een direct effect op ons water. Op ons gevoelsleven. En daarom is het ook mooi, en dat is wat we morgen gaan doen, om de wolken erbij te halen, de gedachtes. Omdat die een enorm effect hebben natuurlijk op je water. Wat ik fijn zou vinden is als je vandaag oefent met de 90 seconden regel. Het is maar 90 seconden. Ik weet wel dat ik dat een keer heb gedaan en dan ging ik er helemaal in en dan ging ik het klokken. Oké, 90 seconden in die emotie.
En dat hou je niet eens vol, zeker niet als je het klokt. Waarom niet? Omdat je dan al in een stukje bewustzijn, bewustwording komt. Maar probeer eens vandaag een onderscheid te maken tussen wanneer jouw water tekeer gaat uit herhaling, dus iets wat er al helemaal in zit, of het is een nieuw gevoel, een nieuwe emotie. Kan ook. Waar je naar kan kijken. En tegelijkertijd wil ik je dan vragen om te leren oefenen met dat jij je water nieuwe informatie kunt geven. Sterker nog, jij kunt dat water helemaal stil krijgen. En helemaal voelen. Ja. Mooi, de vlag uithangen vandaag voor de vrijheid. De vrijheid van gedachten en ook alle mensen die de vrijheidsstrijders. En dat zijn er veel, dat zie ik er trouwens nu ook steeds meer. Ook wel heel bijzonder hoe belangrijk vrijheid is, hè? Nou, dank jullie wel. Oefen vandaag met je water. En ik vind het wel leuk. Wat doet vrijheid met je? In jouw water. Het is wel interessant. Om daar ook in te kijken. In. Als het vrij mag stromen. Stroomt het water vrij in mijn lijf? En kijk eens. Hoe jij het kan laten bewegen en rustig kan krijgen. Dat is zo mooi. En geef het maar nieuwe informatie. Dank jullie wel. Ik zie jullie morgen. De lucht.